Goedemorgen. Zo toch maar even mijn gewone kleren aangedaan. Het is vroeg 's morgens. Het is vrijdag. Als jullie deze video zullen zien, zal het vrijdagavond 18 uur zijn. Dan zal ik onderweg zijn van mijn werk naar huis om dan, zullen we maar zeggen, afscheid te nemen van de kindjes en mijn vriendin om dan te vertrekken naar Eindhoven, naar Dennis. Alles staat ondertussen al klaar voor vivarium. Ik ga zo ook mijn wagen al inladen. Ik zal dat vanavond niet meer doen voor ik vertrek, maar ik zal dat nu al doen. Even zien wat er allemaal meegaat. Dus ja, bak, er komt nog dus een bak met nog kabels, mijn stickerslijter erin, paar dingen nog, laptop uiteraard, als het nodig zou zijn om een video te monteren, batterijen voor de verlichting die hier ligt, fototoestel, statief, microfoon voor de interviews, nog een microfoon voor op de gimbal zit hierin, die kennen jullie wel, verlengkabel, de flyers en zo, dus die heb ik dan allemaal mee, de grote, hoe moet ik dat zeggen, de lichtbrug met de spandoek, die had dan ook mee. Deze week liep ook niet alles op wieltjes. Helaas, natuurlijk in een drukke week, wat ik van alles en nog wat te doen heb, gebeurde het volgende. De trackstrip is losgekomen. Of ja, de twee trackstrips. Ik had de originele van Jewel. En ik had een glazen trackstrip bij gemonteerd. Die zijn, dus de... Deze van Jewel was losgekomen en ik heb dan maar gezegd, de glazen trackstrip zat er ook blijkbaar ook niet goed in, heb ik ze al twee uitgehaald. En ik heb dan preventief, zal ik maar zeggen, want ik heb er nu totaal geen tijd meer voor om daar te gaan werken, heb ik een houten lat, zoals je deze kunt zien, gewoon een houten balkje, zal ik maar zeggen, die ik nog had liggen en die in epoxy zit, dus dat was ideaal. Die kan dan wat tegen de vocht. Die zit hier vast, heb ik vast gevezen in de plaat achter. Die platen van mijn kap, die zitten vast aan het plastic gedeelte, dus die zitten aan elkaar vast, dus dat beweegt dan gewoon mee. En ik heb hier deze dan met de spanvijs vastgezet. Zo'n dingen gebeuren dan enkele dagen voor een belangrijk evenement. En dat is gewoon omdat ik geen kortere spanvijs had. Dit is gewoon een teken van, pas op, hier zit iets dat in mijn hoofd er tegen zou gaan zitten, zoals het vandaag al gebeurd is hier. Goed, ik ga deze video afsluiten. Ik hoop jullie allemaal te zien op vivarium. Wij staan op stand 127 en 128. Kom zeker een bezoekje brengen. Zeg even hallo, kom een babbeltje slaan. Jullie zijn allen welkom. Er komt geen video normaal gezien dit weekend. Misschien wel, misschien niet. Dat zien we dan nog wel. En ik hoop echt jullie tegen te komen op vivarium. En ik zie jullie dan. Ciao.